Welkom, daar zijn we weer met een nieuwe NEC-update. Leuk dat je kijkt. We gaan richting de wedstrijd van zondag, want dan komt Feyenoord hier op bezoek in de Goffert. Het is dan moederdag, het wordt mooi weer. Kortom, alles om een mooie zondag te worden. En dan misschien wel eens revanche halen tegen Feyenoord na die verloren bekerwedstrijd. Is dat zo? Voelt dat zo om revanche te halen? Nou, ik hoop het. Maar ik denk, ja, revanche. Ik snap heel goed dat mensen dat zeggen. Alleen... Ja, het is gewoon weer een wedstrijd tegen Feyenoord en die willen we graag winnen. Alleen revanche, denk ik, een beetje overdreven. Nee, niet specifiek richting de finale, nee. Ik bedoel, dat is een wedstrijd op zich geweest. Ik zie het meer zoals dat je de laatste wedstrijd van de competitie afsluit tegen Feyenoord, wat natuurlijk een prachtige tegenstander is. Mooi affiche. Voor ons een wedstrijd om ons weer te laten zien. En, we hebben de play-offs gehaald, hè, dus dat hebben we al fantastisch gedaan. En we doen nog mee voor plek 5. Dan moeten we zondag proberen goed af te sluiten. Ja, en hoe ver zijn jullie met die plek 5 bezig? Nou ja, dus herhaling van zet eigenlijk niet zozeer. Met plek 5 wel bezig met proberen de wedstrijden te winnen. Zodat je mee blijft doen daarvoor. En we zijn nog maar 2 wedstrijden voor het einde. Staan 2 punten achter. Dus we zijn kort bij. Nou, Feyenoord is geen makkelijke tegenstander. Dus wij focussen ons op... Het plan om van Feyenoord te winnen, nou, dan zien we daarna wel verder. Nou ja, uiteindelijk, we hebben het niet meer in eigen hand. Dus wij moeten gewoon, om daar kans op te houden, moet je gewoon allebei de wedstrijden winnen. Dus dat gaan wij proberen. En we weten dat het heel lastig gaat worden, want Ajax heeft een relatief makkelijk programma op papier. En we hebben wat lastigere tegenstanders. Maar wij gaan zondag er wel voor om 3 punten te halen, ja. Ja, dan wilden wij Tjerron Tjerry graag voor de camera vandaag hebben, maar die kon niet. Dus die was niet beschikbaar voor ons. Want we willen natuurlijk alles vragen over zijn lange verblijf in Nederland. Hij blijft hier, werd afgelopen weken bekend. Hij gaat niet terug meer naar Israël. En ja, blijft hij dan bij NEC of gaat hij ergens anders naartoe? Er worden wel andere namen van clubs genoemd. Antwerpen of FC Twente zou interesse hebben. Maar goed, die vragen konden wij niet stellen. En de trainer wilde er verder ook niks over zeggen. Dan maar even met Dirk Proper gesproken. Want hoe zit het eigenlijk met zijn contract? Hij zei al eerder van, ja, ik praat met NEC. En ik ga er pas in het einde van het seizoen een beslissing over nemen. Kijkt hij al naar volgend seizoen? Nee, niet per se. Want ook in dat gesprek toen heb ik aangegeven van ik wil aan het eind van het jaar kijken waar we met NEC staan, hoe ik mezelf voel. En daarin is eigenlijk niet heel veel veranderd. Dus zeker nu, ja, ik wil me gewoon focussen op de wedstrijden. En ik heb gewoon gesprekken met NEC en dat is allemaal positief. Dus ik weet nog niet wat er gaat gebeuren. Nee, toen zei je wel van ik ben nog wel in gesprek met NEC. Hoe is dat nu nog steeds? Ja, ik heb gewoon gesprekken met Carlos en dat is op zich positief. Alleen, zoals ik al zei, ik had het ook tegen jullie gezegd. Ik wil aan het eind van het jaar gaan kijken hoe ik erin sta. En dan ga ik daar ook pas iets over zeggen. Ja, dan maar eens even kijken naar de selectie bij NEC. Is iedereen weer fit? Nou, Jasper Cillessen is weer fit. Die was ziek, maar die is gewoon weer terug. Dus die zal wel ook weer terugkeren onder het doel. Dan zijn er maar 2 afwezigen. Ja, dat klopt. Dus die zijn er nog niet bij. Voor de rest iedereen erbij. Je zei wel dat je het vorige keer een beetje doorschemen van dat je nog wel verwacht dat Sendler zou kunnen spelen dit seizoen. Is het dan beschikbaar voor Almere of moeten we dan echt richting play-offs denken? Ja, dat zou moeten blijken. Dus dat zal de komende week uitwijzen hoe ver hij is en hoe ver hij gaat komen. En nogmaals, dat moet blijken. Bij Excelsior, verrassing wel natuurlijk in de opstelling. Kunnen we weer een verrassing verwachten voor aanstaande zondag? Nou, dat zullen we best wel op 1 of 2 plekken weer kunnen veranderen ten opzichte van de wedstrijd tegen Excelsior. Omdat je speelt een thuiswedstrijd, nou, je speelt tegen Feyenoord. We hebben daar een bepaald plan in, dus ja, dat zal zondag blijken. Nou goed, en in deze fase is het denk ik nog meer van belang dat je als elftal blijft spelen en de energie kunt leveren die je moet leveren. En nou goed, daarom maak je daar soms wel eens keuzes in. En nou, andere keuzes kunnen zondag ook wel weer gemaakt worden. Ja, dan is het natuurlijk ook een totaal andere wedstrijd als een paar weken geleden in de Kuip. Feyenoord speelt natuurlijk in principe nergens meer voor. Hè, dus dat neem je wel mee. Hè, misschien dat er andere spelers spelen. Ja, kijk, en de bekerfinale is natuurlijk qua spanning en entourage een totaal andere wedstrijd dan zondag. En ja, dat zal ook in de hoofdjes en in de benen anders zijn. Dus ja, dat is denk ik wel een verschil.
zondag, moederdag en het wordt mooi weer. Een prachtig adviesje natuurlijk voor een mooie topwedstrijd. Hier achter mij in de Goffert tegen Feyenoord. 2:30 wordt er afgetrapt, kun je er niet bij zijn. RN7 natuurlijk is er wel bij. Via de radio kun je alles meemaken vanuit de Goffert. En wij zijn er heel snel weer met een nieuwe NEC-update. Ik zeg graag tot dan.